Hello, guys, welcome to another episode of the Slow Dutch podcast. Uh, I'm a little tiny bit sad right now because I just recorded this podcast and then I figured that my microphone was on mute. So, here we go again for you guys the first time. We're going to do another uh, episode of um, sprookjes or fairy tales and we're going to discuss the Kleine zeemeermin or the Little Mermaid. Don't forget that if you want to do this podcast a little bit more active, you can also listen and watch it on YouTube. Because I have subtitles in some kind of a karaoke style, and then you will be able to read along real time and you will be able to recognize the words way better. So, if you want to do that, that's very cool. If you want to do it passively while just uh, driving to work, that's also completely fine. Then I wanted to, of course, um, remind you that I'm also teaching Dutch in groups. So if you want to study Dutch a little bit more uh, actively and you want to really go from one level to another, then you can check out my courses on my website. They're usually eight to nine weeks, or they're four weeks and intensive. So, yeah, that's that. Okay, here we go. We're going to do the podcast as always. We have the Dutch version slowly. I'm going to read it out loud slowly. Then we have Dutch English, Dutch English. So the sentence in Dutch, then the sentence translated. And then we have the story one more time, a little bit faster, in Dutch. And um, yeah, it's still going to be uh, slower than my natural speaking speed. So enjoy. Daar gaan we. Geniet ervan. Enjoy. Er was eens een zeemeermin genaamd Ariel. Er was eens, is once upon a time, Dutch version of once upon a time. Er was eens een zeemeermin genaamd Ariel. En genaamd means named. named genaamd. Ariel is de zeemeerminnenprinses prinses van haar gemeenschap. Ze is nieuwsgierig naar de mensenwereld. Nieuwsgierig is een very interesting word as well. So, gierig means um, greedy. And nieuws is news. So, you're greedy for news. You're greedy to learn more. You are curious. Ze is nieuwsgierig naar de mensenwereld. Ze verzamelt mensenspullen. Op een dag ziet Ariel een prins op een schip. Ze redt hem als het schip zinkt, en ze brengt hem naar het strand. Ariel wordt verliefd op de prins, en ze kijkt naar hem wanneer hij dichtbij is. Ariel wil een mens zijn. Ze droomt ervan om te lopen over het strand. So, the little word ervan. Er, you might be a little bit scared of the word er. Well, you don't have to be. Er usually replaces a location. Sometimes it replaces an object. In this case, it replaces an object. And when er is together with a preposition, you could uh, have two other versions, actually. You could say ervan, by the way. It means of it. Ze droomt ervan. She dreams of it. Uh, you could also say daarvan. So, ervan. You could also say daarvan, of that. So that's a far away version. Or you could say hiervan, of this. It's a close version. And the ervan is a neutral version. So we have a far, daarvan, a near, hiervan, and ervan. That is the neutral version. But they're all almost the same word. So the sentence again: Ariel wil een mens zijn, ze droomt ervan. om te lopen over het strand. Ze gaat naar de zeeheks Ursula en vraagt om een oplossing. Ursula wil haar wens werkelijkheid maken. Maar mens worden heeft een prijs. Haar stem. So, I think this is actually very beautiful in Dutch that uh, stem means voice but stem also means vote so um, yeah the fact that stem as in voice and vote is the same i, I think it's really cool that's related in dutch so one more time ursula will her wens werkelijkheid maken werkelijkheid is reality werkelijkheid maar mens worden heeft een prijs haar stem Ariel heeft drie dagen om de prins verliefd te maken. To make the prince fall in love. Verliefd in love. Ariel ontmoet de prins. Ze kunnen niet praten. Maar ze worden meteen vrienden. Ursula wordt boos. En ze wil Ariels plan stoppen. Ursula verandert zichzelf met magie. In een mooie vrouw. Zo so, veranderen is een interesting word as well. So anders means different. And ver en veranderen is to change. Ursula verandert zichzelf met magie in een mooie vrouw. Ze gebruikt Ariel's stem om de prins te manipuleren. De prins denkt dat zij hem gered heeft. Ze gaan trouwen. Ariel's vrienden, een krab en een meel ontdekken Ursula's plan. Ontdekken is ook a cool woord. Yes, I know I'm super excited about the Dutch language, but obviously that's why this is my job. So, ontdekken ont is to this or die. En dekken is de is cover. So to this or die. Cover. To this cover. Ariel's vrienden, een krab en een meeuw, ontdekken Ursula's plan. Ze vertellen het de prins op een of andere manier. De prins ziet in dat Ariel. Het meisje is dat hem heeft gered. De prins verslaat Ursula en Ariel krijgt haar stem terug. De prins en Ariel houden meer en meer van elkaar. Ariel en de prins trouwen en Ariel is een gelukkig mens. Ze leefden nog lang en gelukkig. Ze leefden nog lang en gelukkig is de Dutch version of They lived happily ever after. Oké, okay. so now we're going to do the story again. But then per sentence, Dutch, English, Dutch, English. So here we go. Er was eens een zeemermin genaamd Ariel. Once upon a time, there was a mermaid named Ariel. Ariel is de zeemerminnenprinses. Van haar gemeenschap. Ariel is the mermaid princess of her community. Gemeenschap, community. Ze is nieuwsgierig naar de mensenwereld. She is curious about the human world. Ze verzamelt mensenspullen. She collects human stuff. Op een dag ziet Ariel. Een prins op een schip. One day, Ariel sees a prince on a ship. Ze redt hem als het schip zinkt en ze brengt hem naar het strand. She saves him when the ship sinks and she brings him to the beach. Ariel wordt verliefd op de prins en ze kijkt naar hem wanneer hij dichtbij is. Ariel falls in love with a prince and she watches him when he's near. Ariel wil een mens zijn. Ze droomt ervan om te lopen over het strand. Ariel wants to be a human being. She dreams of walking on the beach. Ze gaat naar de zeeheks Ursula en vraagt om een oplossing. She goes to the sea witch Ursula and asks for a solution. Oplossing. Ursula wil haar wens werkelijkheid maken. Maar mens worden heeft een prijs. Haar stem. Ursula wants to make her wish reality, but becoming human comes at a price. Her voice. Ariel heeft 3 dagen om de prins verliefd te maken. Ariel has three days to make the prince fall in love. Ariel ontmoet the prince. Ze kunnen niet praten. <clears throat> maar ze worden meteen vrienden. Ariel meets the prince. They can't talk, but they become instant friends. Meteen, instant or instantly. Ursula wordt boos. En ze wil Ariel's plan stoppen. Ursula gets angry. En ze wil Ariel's plan Ursula verandert zichzelf met magie in een mooie vrouw. Ursula transforms herself with magic into a beautiful woman. Ze gebruikt Ariel's stem om de prins te manipuleren. Ze uses, gebruikt uses Ariel's stem om de prins te manipuleren. De prins denkt dat zij hem gered heeft. Ze gaan trouwen. The prince thinks that she saved him. They get married. Ariel's vrienden, een krab en een meeuw, ontdekken Ursula's plan. Ariel's friends, a crab and a seagull, discover Ursula's plan. Ze vertellen het de prins op een of andere manier. They tell the prince somehow. De prins ziet in dat Ariel het meisje is dat hem heeft gered. De prince recognizes that Ariel is the girl who saved him. De prins verslaat Ursula en Ariel krijgt haar stem terug. The prince defeats Ursula and Ariel regains her voice. De prins en Ariel houden meer en meer van elkaar. De prins en Ariel love each other more and more. Ariel en de prins trouwen. En Ariel is een gelukkig mens. Ariel en de prins marry and Ariel is a happy human. Ze leefden nog lang en gelukkig. En they lived happily ever after. Zo, so, dat was het verhaal. Nog één keer. That was the story one more time. En nu nog één keer. En now one more time. Helemaal in het Nederlands. Completely in Dutch. A little bit faster. But still a bit slower than my natural pace. Er was eens een zeemermin genaamd Ariel. Ariel is de zeemerminnenprinses van haar gemeenschap. Ze is nieuwsgierig naar de mensenwereld. Ze verzamelt mensen spullen. Op een dag ziet Ariel een prins op een schip. Ze redt hem als het, zink als het schip zinkt en ze brengt hem naar het strand. Ariel wordt verliefd op de prins en ze kijkt naar hem wanneer hij dichtbij is. Ariel wil een mens zijn. Ze droomt ervan. Om te lopen over het strand. Ze gaat naar de zeeheks Ursula en vraagt om een oplossing. Ursula wil haar wens werkelijkheid maken. Maar mens worden heeft een prijs: haar stem. Ariel heeft drie dagen om de prins verliefd te maken. Ariel ontmoet de prins. Ze kunnen niet praten. Maar ze worden meteen vrienden. Ursula wordt boos en ze wil Ariels plan stoppen. Ursula verandert zichzelf met magie in een mooie vrouw. Ze gebruikt Ariels stem om de prins te manipuleren. De prins denkt dat zij hem heeft gered. Ze gaan trouwen. Ariels vrienden. Een krab en een mail ontdekken Ursula's plan. Ze vertellen het de prins op een of andere manier. De prins ziet in dat Ariel het meisje is dat hem heeft gered. De prins verslaat Ursula en Ariel krijgt haar stem terug. De prins en Ariel houden meer en meer van elkaar. Ariel en de prins trouwen. And Ariel is a gelukkig mens. Ze leefden nog lang en gelukkig. So, that was the podcast for today. I hope you guys enjoyed it. I definitely did, though I would have preferred it if my microphone was on the previous time. Uh, don't forget to recommend this podcast to your friends your friends who should be learning Dutch, but they aren't, or your friends who are learning Dutch and who are starting. Because I think this way is really an easy way of learning Dutch, not a lot of effort to be honest. So yeah, thank you so much for listening and tot de volgende keer. Doeg. Tot dan!